Goedemorgen iedereen. Welkom bij ons derde HR Crossroads debat dat wij organiseren met Acerta en in deze keer in samenwerking met IDW. We zijn heel blij om volgende thematiek aan bod te brengen. Het is misschien ondertussen al 9 weken dat we in een lockdown light zitten. We hebben ons intussen in grote mate aangepast. De telewerken zijn we eigenlijk quasi gewoon. En binnenkort, of voor sommigen al recent, zijn we ook alweer aan het werk in bedrijven waar we pijlen moeten volgen op de werkvloer, waar de cafetaria meer afgeplakte stoelen heeft dan toegelaten. Dus tijd om als werkgever even afstand te nemen en voor onszelf de evaluatie te gaan maken. Uit een Acerta-bevraging van 2 weken geleden hebben we ook gemerkt dat 45% van de werkgevers denkt dat deze coronacrisis nog zal duren tot eind 2021. Dus dat is echt nog een hele poos. Het is ook misschien eens tijd om te kijken wat loopt er goed, waar lopen we tegenaan, waar hebben we nood aan. En we zijn op zich wel heel blij dat de overheid heeft gezorgd voor een generieke gids in samenwerking met sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de beleidscel zelf van de minister van Werk en de experten van de Potvazo. Want deze gids reikt eigenlijk best wel een kader aan met maatregelen die dat we dan op maat kunnen inkleuren van de verschillende sectoren en de werkgever zelf. Ondanks de gids en alle ondersteunende maatregelen hebben we wel het gevoel dat de werkgever het gevoel heeft dat hij er soms ook een beetje alleen voor staat in oei, wat een ongelooflijke verantwoordelijkheid rust er op mij in het kader van de volksgezondheid. En daarom willen we eigenlijk om dit debat gebruiken om die werkgever wat mee te helpen in zijn beleid hieromtrent. Hoe ver reikt die verantwoordelijkheid? Hoe ver moeten we gaan als werkgever? Hoe ver mogen we gaan? En waarschijnlijk zijn er veel vragen met wat nuances. Ik ben daarom ook heel blij om volgend panel te mogen voorstellen, die tijd hebben kunnen maken om een uurtje bij ons te zijn om dit debat te voeren. Welkom Valerie Vervliet, co-auteur van de generieke gids, adviseur van de beleidscel werk en zelf ook postdoctoraal navorster van de Universiteit Antwerpen. Welkom ook professor Van Ranst. Ik denk dat ik u niet meer moet voorstellen, maar toch doe ik het nog graag. Verbonden aan de KU Leuven, aan UZ Leuven, KU Leuven en als viroloog. Professor Dr. Lode Goderis, arbeidsgeneeskunde, KU Leuven en IDW. En Miet, ook verbonden aan KU Leuven en Acerta. Welkom allemaal op dit debat, waar we direct aan gaan beginnen. Ook deze keer zullen we een paar polls lanceren doorheen het debat, die dat we dan kort ook kunnen nabeschouwen. Op 23 april heeft die Potvazo deze gids gelanceerd. Laten we zeggen, dat is een kleine maand geleden. Momenteel staat die in 4 talen online, wat zeker in ons klein landje met veel internationale bedrijven zeer nuttig is. We worden letterlijk overspoeld met aanbevelingen en regels. Moeten we het eerder beschouwen als een goede praktijkgids of als een afdwingbaar gegeven? In welke mate heeft het ministerieel besluit, waar het ook is in opgenomen, een pure juridische afdwingbare waarde? Valerie, kan jij ons dat verschil al eens een beetje uitleggen? Ja, het is zo, je hebt de generieke gids, dat zijn natuurlijk algemene maatregelen. Je hebt daarnaast ook een aantal sectorale aanvullingen, die staan ook op de website van de Potvazo en zijn er ondertussen ongeveer een 30-tal, waar dat juist die specifieke sectorale inkleuring in zit. Dus eigenlijk moet je dat een beetje als een geheel zien. En dan heb je natuurlijk ministerieel besluit. Dat zegt eigenlijk als algemene regel dat je als werkgever passende preventiemaatregelen moet nemen om je werknemers veilig te laten werken en om dus eigenlijk de verspreiding van corona op de werkplaats, om dat tegen te gaan, om dat te verhinderen. Nu, om die passende maatregelen te kunnen nemen, dat is zeker een wettelijke verplichting. Wat die passende maatregelen kunnen zijn? Wel, bijvoorbeeld maatregelen die in de gids staan, kunnen passend zijn, maar die moeten natuurlijk altijd in uw werk, in uw onderneming worden ingevuld, naar gelang de specifieke omgeving van uw onderneming, uw specifieke activiteiten. De werkgever moet dat eigenlijk doen in overleg met zijn Comité voor Preventie en Bescherming en in overleg met de preventiediensten om te kijken wat past er best in mijn onderneming. Moet je al die maatregelen in de gids toepassen? Nee, sommige zal je niet kunnen toepassen, sommige zijn voor jou niet van toepassing.
Maar andere kunnen wel heel praktisch zijn en relevant en die moet je dan zeker toepassen. In die mate is de gids zeker een goede praktijk. Kan je andere dingen doen dan wat er in de gids staat? Ja, eigenlijk ook wel. Want er staat ook uitdrukkelijk in het MB dat ook alternatieve maatregelen mogelijk zijn. Wat betekent, ja, die alternatieve maatregelen moeten wel eenzelfde niveau van bescherming bieden. Dus dat betekent, dat moet je eigenlijk ook wel kunnen aantonen dat in jouw context iets anders beter zou passen dan wat er in de generieke gids staat. Nu, we gaan er ook wel vanuit dat heel wat bedrijven, de essentiële bedrijven, de bedrijven die zijn blijven werken, ook voor die heropstart, die gaan zelf ook al heel wat maatregelen hebben genomen voordat wij die generieke gids gemaakt hebben en zelfs voordat dat zo uitdrukkelijk in dat MB vermeld was. Sommige van die maatregelen zullen overeenkomen wat er met erin in die gids staat, sommige niet. Het is dan wel misschien een goed idee dat die ondernemingen die gids ook een keer bekijken en kijken of zij eventueel daar nog iets nuttig uit kunnen halen. Maar voor hen is het dan vooral een inspiratiebron. Voor degenen die natuurlijk niks hadden, ja, die moesten van nul starten. En in dat geval is natuurlijk vertrekken van die generieke gids wel de beste aanbeveling. Absoluut. Om te kijken wat je moet doen. Zeer nuttige gids trouwens. Miet, een vraag waar dat vele werkgevers ook wel een beetje naar aan het kijken zijn. Hè? In welke mate is deze gids een vloek of een zegen? Wat als er dan toch iets fout loopt, hè? Op de werkvloer? Ik kan me inbeelden dat heel veel werkgevers ter goeder trouw zoveel mogelijk netjes in orde willen maken. Maar stel, het loopt dan toch fout. Hè? Stel, er is een werknemer, blijkt toch besmet te zijn en is op de werkvloer of respecteert gewoon de regels niet. Hallo, dat is inderdaad een scenario dat zich kan voordoen en die eigenlijk heel waarschijnlijk is. Nu, het is zo dat, zoals de gids ook zegt en zoals het MB ook zelf zegt, dat eigenlijk transparante en duidelijke communicatie naar de werknemers zelf superbelangrijk is. En zodra dat die communicatie daar is, ook bepaalde dingen verwachten van de werknemer, dan kan je werknemers ook aanspreken op eventuele fouten die ze maken. Hè. Dus in dat opzicht is die communicatie vooral belangrijk. Als het blijkt dat bepaalde regels niet nageleefd worden, de werknemers hebben zelf ook de wettelijke verplichting om hun eigen veiligheid en de veiligheid van hun collega's ook veilig te stellen en dus ook de instructies van de werkgever op te volgen in zaken preventiemaatregelen. Nu, het is belangrijk dat vooral sensibilisering en mensen waarschuwen en vooral instructies hebben belangrijk is, maar als dan toch echt wel eens snel is de regels niet nageleefd worden, kunnen er eventueel wat sancties volgen, niet vanuit een wettelijk gegeven, maar vanuit het werkgeversgezag. Bijvoorbeeld tuchtsancties die opgenomen zijn in een arbeidsreglement enzovoort. Ja. Valerie, kan jij iets, we hebben het woord sancties net horen vallen, kan jij ook iets vertellen over hoe dat de sociale inspectie daar vandaag mee omgaat en hoe dat er effectief al veel inspecties hebben plaatsgevonden, al dan niet met sancties als gevolg? Eigenlijk sinds het begin direct van de crisis hebben we daar wel een beetje moeten zoeken hoe ze daarmee om moesten gaan in het begin. Ze zijn ook gestart trouwens met bijvoorbeeld via checklists te werken om ook vooral te informeren, te sensibiliseren, dus contact te nemen met werkgevers en die checklist te overlopen om te kijken of dat zij bepaalde maatregelen hadden genomen. Maar er zijn natuurlijk ook wel klachten en ze gaan natuurlijk ook wel ter plaatse. Ik heb de cijfers gisteren eventjes nog gecheckt. Er zijn intussen van in de periode van 23 maart tot 11 mei waren er 1523 klachten in totaal al over corona gerelateerde zaken bij de inspectie toezicht welzijn op het werk. Zij zijn ondertussen ook op 1417 plaatsen gaan kijken. Nu hun rol is voor een stuk informerend en ondersteunend naar werkgevers toe, dus die kunnen daar ook wel vragen stellen over hoe bepaalde dingen te doen. Maar natuurlijk, als het misloopt, ja, dan zijn ze ook nog wel, kunnen ze ook sanctionerend optreden. En wat doen ze vooral? Dat is waarschuwingen geven. Dus de werkgevers waarschuwen dat bepaalde zaken niet in orde zijn. Zo zijn er al 994 geweest. Ze kunnen ook een termijn opleggen voor de werkgever om zich in orde te brengen, dus om zich in regel te stellen, zoals dat heet. Ze kunnen pro justitias uitschrijven en ze kunnen, dat is eigenlijk de meest strikte maatregel, de onderneming ook gewoon sluiten.
als het niet in orde is. En tot nu toe zijn er een kleine 50 ondernemingen gesloten omwille van niet-respect van coronamaatregelen. Ja. Er zitten nog een aantal andere initiatieven in de pijplijn rond geldboetes en zo, maar dat is er voorlopig nog niet. Dus dit is hetgeen wat er tot nu toe gebeurt. Ja. Een vraag die dat we al een paar keer hebben gekregen van verschillende werkgevers en die dat wij ook bij wijze van spreken onmiddellijk moesten voorzien op onze Frequently Asked Questions, is de prangende vraag rond: mag ik de temperatuur meten van mijn werknemers? Kan ik hen ook verplichten om deze te ondergaan? En naast het feit van die temperatuur meten, krijgen we ook best de vraag van: ja, mag ik mensen verplichten om toch een coronatest zelf te ondergaan bij vermoeden? En een stuk ook uit zorg of dat er andere collega's eventueel ook besmet kunnen zijn. Ik denk dat hier zeer veel werkgevers toch over zitten na te denken. Misschien eerst eens kijken bij Miet. Wat het COVID-19 betreft zijn er wel heel veel. Het is geen zwart-wit eenduidig antwoord. Enerzijds zou je kunnen zeggen van ja, vanuit de waterverplichting en vanuit de verplichting om het besmettingsgevaar zoveel mogelijk in te perken, zou je kunnen koortsmetingen doen. Nu, juridisch, maar ook gewoon praktisch en medisch gezien, is dat niet altijd even de meest gewenste oplossing, omdat koortsmetingen ook een momentopname zijn en geen uitstel geven over een besmetting. Bovendien zijn er juridisch ook wat vragen rond. Is dat een medische handeling of niet? Wie mag dat dan afnemen? Moet dat duidelijk gecommuniceerd worden met het Comité Bescherming en Preventie op het Werk? Moeten ze een akkoord geven? Dan heb je ook privacy natuurlijk. Die gegevens mogen niet ergens opgeslagen worden. Wat doe je met die gegevens? Dus de GDPR is hier ook van toepassing. Dus koortsmeten is een moeilijkheid, juridisch, maar ook medisch gezien. En toch niet de meest optimale manier om het risico in te dekken, denk ik dan. Mm. En ook wat de testen zelf betreft, zijn er ook wat juridische argumentatie om daar toch tegenin te gaan. De werkgever aan zich kan de werknemer niet verplichten om een test af te nemen. Het kan ook niet verplichten dat werknemers een test verplicht afnemen voordat ze terug het werk kunnen hervatten. Dus wat je wel kan hebben gedaan, is dat je de werknemer aanmaant om een huisarts te zien. Maar de huisarts is zelf de enige eigenlijk in die situatie die bevoegd is om hier een uitsluitsel over te geven. Is de persoon al dan niet besmet of niet? Is er een risico? Moet je in quarantaine? Professor Van Rans, kan u daar misschien ook nog even op reageren op die vraag van werkgevers wat betreft temperatuurmeting en coronatesten? Oei, wij horen u niet. Professor? Koorts is niet bij iedereen met COVID-19 aanwezig. Dus dat geeft geen absolute veiligheid. Het is ook omzeilbaar. Hè? Wanneer je echt koorts hebt en je wil gaan werken, dan neem je een paar pilletjes, koortswerende middeltjes, en je wandelt daar zo door. Dus dat is ook niet bijzonder efficiënt. Men heeft dat een hele tijd gedaan op luchthavens. Ook voor Mexicaanse griep, voor ebola. Eigenlijk veel gevallen zijn er nooit gevonden. Dus dat is een maatregel, dat kost niet veel om dat te doen. Alhoewel die temperatuurmetertjes waarvan je op afstand de temperatuur kan meten, die zijn allemaal uitverkocht. Momenteel bij bol.com, dus dat ga je ook niet vinden. Maar binnenkort terug wel. Maar het geeft een vals gevoel van veiligheid. Ik weet, in vele Aziatische landen doet men dat gewoon automatisch. Hè. Men wandelt voorbij een camera, men weet dat zelf niet. En op die camera dan ligt men op of niet. En dan haalt men u er wel uit of dat in België zomaar kan, dat is niet zeker. Wat testen betreft, daar moeten we wel heel formeel in zijn. Een werkgever kan dat niet vragen. En dat is een van de dingen van de telefoontjes die we het meeste haten. Ja, dat is om de telefoontjes te krijgen van: ik moet van mijn werkgever dit, ik moet een test hebben. Ja, dat is altijd een nee. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ja, testen worden niet aangevraagd door werkgevers. Wanneer we daarmee zouden beginnen, ja, dan ben je alle Belgen elke dag aan het testen. Hè? Dus dat kan je niet doen. Dat kan een werkgever ook niet vragen. Er is ook geen enkele legale grond voor om dat te vragen. Wat werkgevers wel kunnen doen, en dat is belangrijk, is een cultuur in het bedrijf scheppen, waarbij men, wanneer men ziek is, gewoon zonder enig probleem kan thuis blijven. Ja, en zonder enig voorbehoud. Dat is hier in Vlaanderen vooral een soort van heldendaad om ziek te zijn en toch te komen werken. Ja,
Maar dat is een bijzonder slecht idee. Dat was een slecht idee, dat is een slecht idee, en dat zal altijd een slecht idee blijven. Ik denk dat nu, met de periode van thuiswerk, er een groter vertrouwen is gekomen tussen werkgevers en werknemers, dat dat wel marcheert. Bijvoorbeeld, wanneer men een verkoudheid heeft, ja, in de Verenigde Staten, ik heb daar 4 jaar gewerkt, moet je niet proberen van het labo te gaan met een verkoudheid. Mensen worden echt boos op u en zeggen van, joh, gaan we terug naar huis, want men weet daar beter dan hier, dat je een virale infectie of een respiratoire infectie, krijg je altijd van iemand anders met een respiratoire infectie. Ja, dus dan mag je, dan gaat dat niet, doe je dat niet. Terwijl hier met een verkoudheid komen werken, bon, dat is bon ton. Dat zou niet mogen. Ja, wanneer het kan, dan is het perfect oké dat mensen met een verkoudheid thuis blijven. Maar die zijn ook niet heel ziek en thuiswerk kunnen doen. Dat paar procent rendementsverlies, dat neem je er dan wel bij als werkgever. Maar laat die mensen gewoon thuis. Moedig thuiswerk gewoon zoveel mogelijk aan. Blijf dat doen. We weten nu dat dat voor heel veel jobs werkt. Sommige jobs werkt dat natuurlijk niet. Maar dat zouden we echt moeten op kunnen blijven inzetten. En dan gaan mensen met een verkoudheid, ja, gaan die niet ziek spelen, maar gaan die kunnen thuiswerken. Dat is een veel slimmer idee dan te gaan testen bij iedereen. Ja, absoluut. En het is dus effectief een medische handeling. Ja? Beide, zowel temperatuur als een corona-testen. Je kan dat zelf organiseren. Ja? Ja. De werknemer dat binnenkomt, hop, een wisser in die neus, dat gaan we doen. Dat is een medische handeling. Ja? Die loopt niet vaak fout, gelukkig. Maar het blijft een invasieve medische handeling. Absoluut. Kan via een medische zorg gebeuren. Ja. Professor Goderis, ik weet niet of u vanuit de externe dienst, de preventie op het werk, ook daar nog enige aanvulling bij hebt, bij deze vraag. Wel, vanuit de dienst voor preventie en bescherming op het werk proberen vooral die vertaling te maken van wat uitgewerkt is door de expertengroep en uiteraard ook die generieke gids. Probeer vooral ondernemingen te helpen bij het maken van die vertalingen. En ja, de vragen die je daarnet hebt opgesomd, zijn ook de vragen die we krijgen. En wij proberen heel goed te informeren, want als je een bepaalde maatregel implementeert, is het zeer belangrijk om te kijken wat het u kan bijbrengen, maar ook om eens te kijken wat het u niet kan bijbrengen. En dat is eigenlijk telkens de afweging. Het is heel klassiek in de geneeskunde, hè, als je een bepaald medicament toedient, dat je ook rekening houdt met de bijwerkingen ervan. Ook de diagnostische testen, hoe gevoelig, sensitief en specifiek zijn ze. En hier hebben we met thermografie, hè, want dat is naast de thermometer ook wat er hier vaak gevraagd wordt. En de vraag naar PCR-testen, maar ook serologische testen, gaan we dan eigenlijk vooral goed informeren wat de huidige stand van zaken is, want het is ook een veld dat evolueert uiteraard. Dus wat we vandaag zeggen, is wat we vandaag weten. En dus proberen we dan daar samen met de onderneming op het comité een goed overleg te hebben, een goed gesprek te hebben. Want vaak zit in die vraag eigenlijk een behoefte die niet vervuld is. En eigenlijk gaat het over een bezorgdheid en dat men dan probeert eigenlijk te gaan oplossen met een snelle maatregel. En dus wat ik bedrijven aanraad is niet zozeer te gaan jumpen naar een bepaalde praktische oplossing. Wel, dan pakt een thermometer of een serologische test. Blijf eventjes kijken van hoe komt nu dat die vraag gesteld wordt? Wat is uw behoefte hier, dat hierachter ligt? En vanuit die behoefte dan samen proberen tot een oplossing te komen. En dan vaak kom je niet tot die thermometer of die serologische test, maar gaat het erover van, kijk, we hebben hier het gevoel dat we nu toch niet op die veilige afstand van elkaar kunnen werken. Kunnen we een aantal ingrepen doen, zodat het wel kan gaan? Hetzelfde rond thuiswerk. Gaat het vaak ook opnieuw van, ja, kijk, de scholen starten op, we kunnen misschien dat allemaal niet geregeld krijgen en gaat het ook daarvoor een stukje over. Dus ik zou die vraag aangrijpen om het gesprek te hebben over, goed, wat is ons behoefte en hoe kunnen we dit hier samen gaan oplossen? Ja, inderdaad. Wel, misschien is het ook mooi om nu eens een eerste poll te doen om te gaan kijken in welke mate dat de werkgevers al effectief aan de slag zijn gegaan om de omgeving corona-proof te maken.
En hier bij de eerste poll, waar dat uiteraard meerdere antwoorden mogelijk zijn, wat heb jij als werkgever al extra voorzien of ben je van plan snel in te voeren? En dan hebben we het over mondmaskers en handgel voorzien, aangepaste uurroosters ingevoerd, telewerk en hebben jullie reeds plexiglas voorzien? Dan is dat voornamelijk, denk ik, in vergaderruimtes en contacten met derden. Dus even kijken wat deze poll zegt. En dan moeten we eens kijken wat poll met zich meebrengt. Ja, daar zien we toch wel dat mondmaskers en handgel toch best veel al zijn voorzien en telewerk ook. Misschien ook onmiddellijk gaan we naar de tweede poll om te gaan kijken in welke mate dat de coronacrisis en de overheidsmaatregelen op zich de mensen hebben verhinderd om op korte termijn te openen. Zijn jullie werknemers te bang en willen ze niet terugkomen? Is het eerder de bijkomende kosten die ermee gepaard gaan? Denk aan de extra kosten voor telewerk, mondmaskers, plexiglas en andere. Of zeggen jullie, wij kunnen nog niet openen, wegens wettelijk zo bepaald. Of wij kunnen onvoldoende de social distancing garanderen, dus daardoor kunnen wij al niet openen. Of wij vinden niet voldoende hygiënisch materiaal. We vinden geen mondmaskers, we vinden geen handgel meer voldoende om alles te garanderen voor de werknemers. Dat kan ook een reden zijn. En dan zullen we straks ook eens kijken naar deze resultaten. En dan zien we toch wel dat er toch wel bedrijven zijn die aangeven dat er mensen bang zijn om waarschijnlijk besmet te geraken onderweg of op het werk en daarom niet willen terugkomen, als ook het nog niet kunnen openen omwille van het feit dat het wettelijk zo bepaald is. Professor Van Rans, ik zou graag onmiddellijk jou aan het woord willen laten, omdat we wel merken dat bedrijven absoluut wel hun best doen om coronaproof, om het zo te zeggen, te kunnen openen. Denk aan het hygiënisch materiaal en dergelijke meer. En het is ook niet zo makkelijk om het altijd te vinden. Wij horen dat er soms voor plexiglas ongelooflijk hoge prijzen worden gevraagd tegenwoordig. Inrichting, inplanning, circulatie van de werkvloer, allemaal zaken die van tel zijn momenteel. Maar de vraag die dat wij ons stellen is, ja, in principe wordt er onder collega's toch minder geknuffeld dan in gezinnen. Hè. Mogen we dan van een kleinere besmettingsgraad toekoer uitgaan op de werkvloer? Of heeft u voorbeelden van beroepen waarvan u denkt, ola, groot risico of net klein risico? Wat is daar uw visie op? Een paar opmerkingen. Hè. Ik ga beginnen met een aantal dingen uit de enquête en dan ga ik op je vraag antwoorden. Ja, plexiglas is moeilijk te vinden. Ja, bon, dat, wanneer dingen schaars worden, dan verhoogt die prijs. Dat zal wel normaliseren. Handgel, alsjeblieft mee oppassen. Ja, mensen gelegenheid te geven van gewoon hun handen te wassen met zeep is beter, want we houden dat niet vol met hun handgel. Hè. Mensen hun handen gaan er heel raar uitzien, dat is één. Twee, toch een beetje oppassen dat we geen smetangst induceren bij een ganse generatie, hè, of generaties. Want dat kan ook uw leven ruïneren. Dus we moeten daar ergens wel tot een compromis komen. Nu hangen die flesjes met handgel overal. Op een bepaald moment gaan we dat toch moeten terug een normaal leven laten leiden. Want dit is overkill wat we daarmee doen. En dan werkgevers die bang zijn. Ja, dat is normaal. Hè. Die hebben 2 maanden, 24/7 op alle zenders corona gehoord. Dat gaat wel slijten. Sommigen zijn daar meer gevoelig voor. Anderen vonden deze periode fijn. Hè, wanneer mensen, hoogsensitieve mensen, mensen met autisme, mensen... Ja, nee, dat heeft hier niks mee te maken. Mensen met een enkelband, die vonden dit een geweldige periode. Hè. Dus dat speelt ook wel mee. En dan over uw vraag over dat knuffelen. Knuffelen is eigenlijk hygiënischer dan een hand geven, maar bon, dat heeft dan weer andere problematieken. Het punt is, we gaan misschien minder intiem met elkaar om op de werkvloer, maar we spenderen wel veel meer tijd op de werkvloer dan vaak in het gezin. Echt contacttijd. Ja. Sommige collega's die zie je uren meer dan ja, dat uurtje dat je op de zetel zit.
dat is anders. Ja, dus de mate van nauw contact wordt hier wat gecompenseerd door de tijd die je doorbrengt in een kleine ruimte waarbij je face-to-face tegen elkaar spreekt. Dat speelt ook een rol. Ja, en inderdaad, bij de voorbereiding van het debat zei je nog, opgelet knuffelen is veiliger dan een hand geven. Ja. Dus in die zin... Wanneer je naar Scandinavische landen gaat, daar gaan collega's elkaar vaker begroeten met een knuffel dan met een hand. Ja. Wij zijn een land van mensen die een hand geven. Ja. Vele andere culturen doen dat veel minder. We moeten dat gewoon inzien. Ik hoop dat we dat kunnen achterwege laten. Ja. Ik heb liever mensen die ik goed ken en waar ik weet dat dat welkom is, een knuffel, dan iedereen in een zaal waar je moet allemaal een hand te gaan geven na elkaar. Ja, ik vind dat vervelender. Ja. Dus, ja. En gevaarlijker. En gewoon hygiënisch gezien gevaarlijker. Vele culturen, allemaal na een grote epidemie, dat afgeleerd. Ja. En die groepen waren op een andere manier. De militairen die hebben al lang een hygiënisch alternatief om dat te doen. Omdat die hadden schrikken om ziekte in hun kazernes te krijgen. Dus misschien gaan we daar wel naartoe. En pas op, dat gaat niet zo eenvoudig zijn om dat terug te brengen. Want wanneer ik een hand geef aan iemand, ja, dan automatisch kwam daar een hand tegemoet. Daar ben je nu niet meer zeker van. Dus dan ga je een hand geven en zo. Oké. Okay. We gaan gewoon raden om terug handen te geven. Ja, inderdaad. Dus, dat is ook wel gewoon. Ik zou dat nooit voor pushen. We hebben dat afgeleerd op een week tijd. Had ik nooit gedaan. Tijdens de krokusvakantie zijn we dat beginnen zeggen. Ja, na een week, dan maakte af en toe nog eens een foutje. Ja, na iets meer dan een week zijn we dat gewoon afgeleerd. We doen dat niet meer. Had ik nooit gedacht dat gewoon op die manier ging kunnen. Dus laten we dat mee stoppen gewoon. Ik vind dat niet erg. Het is dat, absoluut. Misschien professor Roderis, even het woord aan jou in het kader van bepaalde beroepsgroepen die grote risico, kleine risico. Maar vooral, wat doet dat met het psychosociaal welzijn van onze werknemers? Misschien moeten we daar ook eens naar kijken, want we worden voortdurend alert gemaakt op het feit dat we bepaalde regels moeten volgen, dat we verwachtingen dat er moeten ingelost worden, sancties die kunnen worden getroffen. Lijkt me inderdaad niet evident om altijd mee bezig te zijn. Wat me heel hard opviel, is opnieuw die angst. Dat is ook wat wij in onze cijfers zien. Hè. 50%, de helft, voelt zich onzeker, angstig. Ook thuis trouwens. En dus, we weten sowieso bij de terugkeer naar werk, ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid, dat de angst om terug te keren een belangrijke hinderpaal is. En dus, die angst gaat niet zomaar voorbij. En dus, hier heb je een belangrijke taak als leidinggevende, ook als collega's, om die angst bespreekbaar te maken, om dat gevoel op tafel te leggen. Ja, 1 op 3, dat is geen uitzondering meer. Hè? Dus dat betekent dat heel wat mensen zijn die daarmee zitten. Bespreek dat. Accepteer dat die gevoelens zijn. Dat heeft te maken met die context. En niemand kan... We hebben dat virus zelf niet gecreëerd. We moeten ermee leren leven. Dus eigenlijk ga je proberen met je team dat te accepteren. Eigenlijk in een soort van acceptatie te komen. En dan ga je eigenlijk in een tweede fase eigenlijk afspraken gaan maken. Proberen naar kijken wat we deze week nu kunnen realiseren samen. En daar dan uw activiteiten op organiseren. En op die manier krijg je terug de grip op wat vandaag gebeurt. En dat is eigenlijk de manier hoe dat je over zo'n angst raakt. Wat ik nu eigenlijk kort heb toegelicht, is eigenlijk de ACT-model. Dat is eigenlijk een soort acceptance commitment therapie, wat eigenlijk zeer goed werkt voor angststoornissen. Maar dat werkt eigenlijk ook zeer goed in teamverband. Dus werk aan die acceptatie, spreek die emoties, bekijk die ook eens van een afstand, probeer naar het nu te komen. Dat is dan de acceptatiefase. En de tweede fase, commitment. Gaan kijken, wat kunnen we nu doen? En daarop inzetten, afspraken rond te maken en verder gaan opvolgen. En op die manier heb je die angst eigenlijk meegenomen in je aanpak. En gaat het ook helpen, niet alleen mensen om die angst te overkomen, te overwinnen, maar ook helpen bij een veilige opstart. Want maatregelen die je samen hebt vastgelegd, ga je ook veel beter met z'n allen naleven.
Dat klopt, maar het kan soms wel extremere vormen aannemen. Hè. We krijgen ook wel vragen van werkgevers die zeggen, ja, wij hebben mensen die zeggen, wij willen het werk niet hernemen, of althans, wij willen zeker en vast niet naar de werkvloer komen, omdat wij bang zijn om daar besmet te worden, ofwel op de werkvloer, ofwel op de trein of de bus, om op het werk te geraken. We noemen dat dan het fameuze werkweigeren, met een zwaar woord te gaan gebruiken. Ja, Miet en Valérie, kijk eventjes naar jullie. Juridisch gezien, welk advies kunnen we daar aan onze werkgevers meegeven? Hoe gaan we om met de werkweigeraars? Ik denk dat het belangrijk is om twee scenario's te onderscheiden. Je hebt mensen die bang zijn omdat ze risicopatiënt zijn, uiteraard. Of mensen die een bezorgdheid hebben die niet gefundeerd is in hun eigen onderliggende gezondheidsproblematiek, maar die eigenlijk uit een algemene gevoel van angst is. Een loutere bezorgdheid omwille van besmet te worden is eigenlijk geen geldige reden om thuis te blijven, juridisch gezien. Omdat de werknemer eigenlijk niet ziek is en ook geen risicopatiënt is, dus heeft geen overmachtsreden om eigenlijk te stellen dat hij de arbeidsovereenkomst niet moet naleven. Dus strikt genomen is de werknemer in dit geval onwettig afwezig en kunnen er dus juridische sancties of juridische gevolgen aan gekoppeld worden. Nu, zoals ik ook al zei, het gaat om een bezorgdheid bij de werknemer. De werkgever is ook verplicht om het psychisch welzijn, zo in te staan voor het psychisch welzijn van de werknemer. Dus leg die bezorgdheid niet gewoon nationeel als leidinggevende of als werkgever. Luister, probeer eerst te informeren en duidelijk te communiceren van kijk, dit zijn de maatregelen die we op werkvloer al genomen hebben. We doen er alles aan om iedereen's veiligheid te garanderen en zo eigenlijk meer in een soort van open communicatie en dialoog toch te komen tot een moment waar dat de werknemer dat die drempel wegvalt om naar de werkvloer te gaan. Dus dat is denk ik een meer aangewezen aanpak dan echt op te treden tegen mensen die thuis blijven omwille van een angst of een bezorgdheid om besmet te worden. Ja. Even iets aan toevoegen, in de zin dat we hebben dat ook in de gids geschreven en dat staat eigenlijk zelfs ook in, dan in het MB dat de wettelijke bepaling oplegt, is dat als je die maatregel neemt, dat je dat altijd doet met maximaal beroep te doen op de sociale overlegorganen in je bedrijf, dus met je comité voor preventie en bescherming, als je dat niet hebt met de vakbondsafvaardiging, of als je dat ook niet hebt, eventueel moet het eigenlijk met al de werknemers zelf, dat je daar overleg mee pleegt over welke maatregelen dat je gaat nemen, dat je dat met hen in overleg beslist en dat je daar goed over informeert. Want eigenlijk op die manier creëer je een draagvlak dat je zegt van kijk wat wij doen om onze werkvloer veilig te maken, zodat de mensen zich daar ook van bewust zijn wat dat je allemaal gedaan hebt. En dat ze dus minder angst gaan hebben om effectief op die werkvloer te komen. Belangrijk is trouwens ook dat je iedereen voldoende daarover informeert. Dat je hen eventueel ook duidelijke instructies geeft over hoe ze zich moeten gedragen. Eventueel opleiding voor zover dat nodig zou zijn. En dat je dan natuurlijk een derde stap is dat je ook voldoende toezicht en controle daarop uitoefent. Zodat je dus de mensen die eventueel dat dan niet respecteren, dat je die daarop aanspreekt. Zodat de anderen zich niet in gevaar voelen, omdat er een paar mensen zijn die het eventueel niet zouden respecteren. Dus dat je daar ook voor optreedt. Als natuurlijk een werknemer vaststelt van oké, op mijn, in mijn bedrijf wordt niks gedaan, dan snap ik dat hij zich daar niet heel comfortabel bij voelt en dat hij eigenlijk niet aan het werk wil. Dus dan is eigenlijk de kwestie van spreek daar vooral uw werkgever, uw leidinggevende op aan. En vraag maatregelen. Spreek uw preventieadviseur aan. Spreek uw vertegenwoordigers in het comité aan. Vraag maatregelen. En als dat dan echt allemaal niet gebeurt, dan lijkt mij dat je u best richt tot de inspectie en dat je hen vraagt om daar een keer voor te komen kijken. Want het is nu wel degelijk een verplichting om maatregelen te nemen. Dus als er niks is, dan is er wel een probleem. Inderdaad, in combinatie met het antwoord van Lode omtrent omgaan met stress en angst. Hè. In het kader van een besmetting is dat inderdaad wel een genuanceerde standpunt dat we erin moeten nemen. Hè. Misschien is het toch eens tijd om nog eens een derde poll te doen over het HR-beleid, hè, de wijzigingen in het HR-beleid dat organisaties hebben ondergaan. We kunnen eens gaan kijken in welke mate dat u als werkgever zaken hebt aangepast, gewijzigd, hebt ingevoerd.
Bijvoorbeeld het invoeren van een extra policy omtrent social distancing. Extra sancties voorzien in het arbeidsreglement. Toch sneller gaan ontslaan als mensen de regels niet respecteren. Of sneller disciplinaire gesprekken gaan inplannen. Of zegt u als werkgever, bij ons is het eerder nee, wij hebben niks verder in het HR-beleid aangepast. Wij passen de regels toe. Maar het is vooral de verantwoordelijkheid van de werknemer die hier aan de orde is om alle regeltjes netjes te respecteren. Dan zullen we ook daar eens gaan kijken wat werkgevers antwoorden. En dan zien we toch wel dat de policy invoeren omtrent social distancing de hoogste score heeft, wat uiteraard denk ik wel niet zo onbegrijpelijk is, want we zien dat daar de mensen toch wel het grootste aanpassingsvermogen op hebben en dat inderdaad of moeten hebben. En dat daar ook de meeste vragen ook rondkomen. Ik denk dat dat ook misschien, Lode, zo is in uw rol als arbeidsgeneeser voor IDW. Wat is eigenlijk nog de rol die een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft? En hoe zie jij die evolueren? Want op zich, ja, België heeft altijd een heel belangrijke rol gespeeld internationaal als het gaat over welzijn op het werk. Wat heeft die coronacrisis met jullie rol gedaan? En zie je daar nog wijzigingen? Het is zeer snel gegaan. We zaten eigenlijk nog in te denken in termen van periodieke opvolgingen. We waren aan het kijken hoe dat we dat konden optimaliseren. En plots in 2 weken tijd hebben we eigenlijk ons volledig moeten richten op die coronacrisis. En eigenlijk ondernemingen en werknemers helpen ondersteunen bij ja, het omzetten enerzijds van het normale werk naar het thuiswerk en andere maatregelen, die lockdown, maar nu heel sterk in die veilige opstart en die terugkeer naar werk. Dus ik denk dat het heel duidelijk is wat de meerwaarde nu is van een goed gestructureerde systemen, zoals diensten voor preventie en bescherming op het werk. Maar ik heb ook wel wat vastgesteld. En we hebben eigenlijk ook wel wat gelobbyd, moet ik toegeven, en ook onze diensten moeten aanbieden, omdat ik eigenlijk vaststel dat diensten die werken rond volksgezondheid, diensten die bijvoorbeeld op regionaal niveau werken rond woon- en zorgcentra, toen dat ging over testing, dat men eigenlijk blijkbaar toch niet wist dat diensten voor preventie en bescherming bestonden, dat daar enorm veel capaciteit kennis en kunde zat, dat eigenlijk kon ingezet worden om eigenlijk op een veilige, goede manier werknemers werkzaam in die woonzorgcentra te gaan testen. Want wat is daar het grote voordeel van? Het zit in een structuur. 2, dat garandeert eigenlijk ook de opvolging. Want wat je eigenlijk gaat doen en voor volksgezondheid kan je ook perfect gaan gebruiken voor mensen om hen veilig te werk te stellen. Dus die doelen zijn eigenlijk gelijklopend. En dus heb ik ook wel een beetje een pleidooi gevoerd naar, laat ons vooral gaan kijken naar die structuren die bestaan, diensten voor preventie en bescherming, en laat ons vooral gebruik maken van die structuur om dan ook andere doelen ook mee te helpen realiseren in de termen van volksgezondheid of in termen van welzijn of termen van het leveren van goede zorg. Dat is één voorbeeld. Een tweede voorbeeld ging bijvoorbeeld over die psychosociale ondersteuning. We hebben eigenlijk toen met de sector, helemaal in het begin, eigenlijk de sector, Valérie weet dat goed denk ik ook, hebben eigenlijk gekeken van, we weten vanuit pandemies dat zorgverleners het eigenlijk moeilijk hebben. Heel sterk in het begin en ook verder. Laat ons als sector organiseren om nu eigenlijk in eerste lijn daar te zijn. En dat hebben we eigenlijk met de ganse sector gedaan. We hebben niet alleen gekeken naar die werknemers die dan in een werknemersstatuut zijn, wat dan typisch ons publiek is, maar we hebben dat eigenlijk ook uitgebreid naar alle zelfstandige zorgverleners, naar de thuiszorg, naar de zelfstandige artsen. Dus we hebben eigenlijk dat aanbod uitgebreid en gaan werken met teleconsult, wat eigenlijk ook ja, voor ons nieuw was en eigenlijk ook zelfs niet helemaal wettelijk was op dat moment. Hè. Dus dat betekent dat we zeer snel gaan schakelen zijn, naar bedrijven toe gaan die ondersteuning aanbieden in eerste lijn
En nu zeker ook gaan helpen bij de opstart van de bedrijven, die regels gaan vertalen, gaan aanpassen, zodanig dat zij kunnen toegepast worden in de bedrijven. En uiteraard heel veel medische vragen en ook vragen over veiligheid en de psychische vragen, om die ook te gaan beantwoorden, zowel op ondernemingsniveau als op individueel niveau. Ja, ja, dat klopt. Want inderdaad, we zien wel inderdaad dat er rond psychosociale aspecten best veel vragen zijn en nog openstaande vragen zijn. En werkgevers wel willen kijken wat ze meer kunnen doen. Dus daar is toch wel de oproep om uw externe diensten dicht tegen het bedrijf aan te trekken eigenlijk. Om u daarbij te laten helpen. Hè? Dat je er niet alleen voor staat als werkgever. Ja, en daar hebben we ook goede afspraken gemaakt trouwens met de psychologen, de eerste lijns psychologen en ook met de psychiaters. Dus we hebben eigenlijk een getrapte aanpak voorgesteld. Heel snel dicht in ondernemingen terecht bij preventieadviseurs, psychosociale arbeidsarts, verpleegkundigen. Merken we van, hier zit iets meer achter, er is meer ondersteuning, begeleiding nodig. Hebben we eigenlijk directe lijnen gecreëerd met de eerste lijns psychologen. En die verder uiteraard ook met psychiaters. Dus dat is vrij goed georganiseerd. Ja, misschien een aspect waar we het ook wel moeten over hebben, dat is, we hebben het al heel kort gedaan, hè, rond risicogroepen. We hebben wel wat mensen die inderdaad tot een risicogroep behoren en tegelijkertijd actief zijn als werknemer. Hè. Maar bijvoorbeeld ook mensen met een visuele of auditieve handicap. Die werken uiteraard ook bij ons op de werkvloer. En voor hen is het ook niet zo evident om al die regels eigen te maken. Want als je de pancardes niet kan lezen of de schermen niet kan lezen waar de uitleg staat, dat is allemaal niet zo evident. Hè. Misschien, Valérie, hebben jullie daar naar gekeken op het moment dat jullie de gids hebben opgemaakt? Zijn jullie daar bewust mee bezig geweest? Met die vraag? Wat er in de gids zeker wel staat, is dat je bijzondere aandacht moet hebben bij het uitwerken van je maatregelen voor kwetsbare groepen. Het gaat dan zeker ook om werknemers die bijvoorbeeld chronische aandoeningen hebben of die eventueel een kankerbehandeling juist hebben ondergaan of zo. In de zin van, misschien als je dan bijvoorbeeld telewerk hebt, dat je hen meer telewerk geeft, zodat zij minder naar het bedrijf moeten komen en dat soort zaken. Dus dat je daar op die manier uiteraard rekening mee kan houden. Nu, algemeen geldt natuurlijk ook nog altijd de welzijnswetgeving, die eigenlijk zegt dat je als algemene regel bij alle maatregelen dat je neemt rekening moet houden met bijvoorbeeld personen met een handicap. Dus in die zin ga je daar rekening mee moeten houden. Ik besef dat in deze zeker niet gemakkelijk is. Als het gaat over, ja, je plakt overal stickers. Ja, iemand die slechtziend is, gaat daar misschien problemen mee hebben. Ik heb daar niet direct zo'n oplossingen voor. Maar het is inderdaad wel iets waar dat je rekening mee moet houden. Dat is een feit. Ja. Ik weet niet of dat professor Van Ranst ook nog graag wil reageren op het specifieke element van de risicogroepen op de werkvloer en mensen met een handicap. Of we daar nog zaken kunnen meegeven aan onze werkgevers. Er is veel over gepraat geweest, hè? Over de risicogroepen, leeftijdsgebonden risicogroepen, anderen met belangrijke aandoeningen. Ik denk dat er een verschil kan zijn op de piek van de epidemie en in het dal van de epidemie. Op de piek van de epidemie, dan gaan we terug mensen thuis houden. En telewerk is daar echt wel de oplossing op de plaatsen waar dat kan. Maar mensen met belangrijke risicogroepen gaan blootstellen aan heel veel mensen, is op dat moment geen goed idee. Nee, lijkt me duidelijk. Maar voor veel werkgevers, ik weet niet, Loden, of jij nog wilt reageren vanuit de arbeidsgeneeskunde. Ja, ook hier ben je immuun gecompromitteerd. Hè? Heb je een lage weerstand omwille van een aandoening of zo en je hebt wat twijfel of dat je veilig kan werken, is mijn advies toch om contact te nemen met de arbeidsarts. Hè? Ik weet, het quarantaineattest bestaat, maar ik heb toch een pleidooi. Werken en kunnen werken, kunnen bijdragen, is zeer goed voor je mentale gezondheid. En dus, ik denk, arbeidsartsen kunnen echt samen met u meekijken naar een oplossing.
En de oplossing is zo evident, het thuiswerken, wat we nu met z'n allen aan het doen zijn en ook gewend aan het worden zijn. Ik denk, laat ons alvorens dat we een quarantaineattest uitschrijven, is goed nadenken over hoe dat we mensen veilig kunnen helpen aan de slag te blijven. Dat is zeer belangrijk. En een tweede bezorgdheid dat ik toch wel heb, en, is toch de kans op die sociale ongelijkheid dat misschien hier wel kan gaan spelen. Ja, we gaan naar een economische recessie gaan. En ja, de mensen van de laag socio-economische groep zullen waarschijnlijk zijn de meest kwetsbare hier. En we weten uit vorige economische recessies dat landen die inzetten op werk, begeleidingsmaatregelen, nawerk, sociaal vangnet, dat werkt voor het preventie van mentale gezondheidsproblemen. Dus werk is voor mij echt een instrument om tegen die mentale gezondheidscrisis die we misschien kunnen verwachten, om daarin tegen te gaan. Dus laten we volop inzetten op veilig en gezond werk. En thuiswerk is daar een bijzonder krachtig instrument voor. Ja, het werk geeft identiteit, hè, dus ook deze is dat heel belangrijk. Lode, je hebt het heel kort gehad over het quarantaineattest. Misschien, ik weet niet, Valerie of Miet, kort nog even duiding geven, wat is dat juist, quarantaineattest, dat we zien dat zeker iedereen mee is met dat concept? Dus het quarantaineattest is eigenlijk een teken geroepen om situaties, zoals bijvoorbeeld de situatie van een risicopatiënt, of iemand die wel degelijk in contact is gekomen met iemand die wel besmet is geweest, om die in quarantaine te plaatsen. En eigenlijk was dat een situatie, of een quarantaineattest, in het leven geroepen om juridische onzekerheid weg te nemen wat het vervangingsinkomen of het inkomen van die persoon in kwestie betreft. Want die persoon is in principe arbeidsgeschikt. Maar terugkeren naar de werkvloer is voor die persoon niet de beste mogelijkheid of niet de beste optie. Natuurlijk, telewerk is daar een belangrijk onderdeel van. Dus ook al is iemand in quarantaine geplaatst of is het toch aangewezen dat hij thuis hoort, telewerk moet eerst onderzocht worden. Als dat niet mogelijk is, dan is de quarantainetijd heeft de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te schorsen. En dan kan de werknemer in kwestie terugvallen op tijdelijk werkloosheid, uitkering. Dus voor de werkgever, daar was heel lang onduidelijkheid rond, moet er waar wordt loon betaald worden, wie staat erin voor het inkomen van die werknemer. Dus met quarantaine-test vond ik daar wat meer zekerheid. Duidelijkheid, hè? Ja, absoluut. Een poll dat we zeker ook nog willen doen, omdat we daar ook best veel vragen over krijgen, dat gaat eigenlijk over rond die angsten van woon-werkverkeer. Mensen die zeggen, het openbaar vervoer wil ik niet meer nemen. En wat doen jullie als werkgever vandaag met die vraag? Zeggen jullie, ja, wij bevelen dan de auto aan en kom met uw privéwagen? Of twee, ja, we gaan de auto aanbevelen en we gaan er ook voor zorgen dat je de kosten terugbetaald krijgt. Denk aan bijvoorbeeld parking. Of zeggen jullie, we bevelen eerder de fiets aan en we gaan nog een stapje verder. Naast het de fiets aanbevelen, zullen we er ook voor zorgen dat we financieel ondersteunen bij een aankoop of de aankoop aanbieden vanuit werkgever en een fietsvergoeding. Of zeggen jullie, nee, rond zo'n werkverkeer doen we helemaal niets. Die vraag leeft ook niet in onze organisatie. Dus het is ook niet echt nodig om daar ons beleid op te gaan aanpassen. Want dat is eigenlijk de grootste vraag rond angst en stress die dat wij binnenkrijgen. En dan zien we toch wel dat het in de meeste bedrijven, althans in dit debat, de meeste bedrijven eigenlijk geen aanpassingen moeten doen, waarschijnlijk. Hè. En de fiets wordt toch wel op de tweede plaats aanbevolen. Wat dat tegelijkertijd goed is voor onze gezondheid. Want bewegen is belangrijk, dat hebben we ook al heel veel gehoord de laatste tijd. Dus dat is goed. Om af te sluiten wil ik het nog kort hebben over leidinggeven. Want ja, leidinggeven is ook een beetje een thema geworden, of explicieter althans een thema geworden tijdens deze coronaperiode. Mark van der Anst, u bent zelf ook leidinggevende. Dus ik dacht, misschien is het goed om te vragen hoe dat jij omgaat met uw team en of dat u iets hebt aangepast in uw manier van leidinggeven om het samenwerken in team te gaan verbeteren in tijden van corona. En al dan niet op afstand, want dat kan ik natuurlijk niet helemaal inschatten voor uw team. Of hadden jullie misschien al vroeger goede gewoontes om rond seizoensgriep minder kans te geven, dus dat je dat eigenlijk al gewoon was om met dergelijke quarantainemaatregelen of andere coronamaatregelen om te gaan?
Een aantal dingen. Eentje is, bij het begin van een crisis, dan moet je zorgen dat je ook op je werk alomtegenwoordig bent. Ja, dan moet je beginnen met de toon te zetten. Onmiddellijk gezegd van oké, dit is geen spurt, dit is een marathon. Het zal waarschijnlijk geen marathon worden, maar zelfs een triathlon. Ja, dus de doel, proberen van de inspanningen wel wat te doseren. Langs de andere kant moet je visibel je kapot werken. Dan heb je onmiddellijk je team mee, die werken zich ook kapot. En dan krijg je ongelooflijk veel steun. Van mensen die vrijwillig ook gaan inspringen op plaatsen waar ze dat anders niet doen. Dat is een enorme opportuniteit voor de organisatie ook. Ja. Plots zie je in mijn lab ook klinisch biologen mee pakjes open doen. Ik kan u verzekeren, de mensen van de logistiek die de pakjes open doen, die vinden dat fantastisch. Hè? Dat er anderen ook hun werk komen meedoen, gewoon omdat het moet, dat niet anders kan. En wanneer je dat een tijdje doet, dan wordt dat een gewoonte. En dan zijn er ongelooflijk veel mensen die plots andere dingen leren. Ja, dat heb je bijgeleerd voor altijd. Dat versterkt een organisatie heel, heel erg. Plots krijg je vrijwilligers van andere diensten die komen meewerken omdat ze zien dat daar ongelooflijk hard gewerkt wordt en dat er gewoon een nood is. En dat laat interacties toe die er vroeger niet waren. En als organisatie ben ik heel zeker dat je daar sterker uitkomt. En ik denk dat veel mensen dat kan zeggen. Van verschillende organisaties die in de eerste lijn hebben gewerkt. Dat een andere atmosfeer creëert waar je een tijdje mee verder aan de slag kan. Dat zal natuurlijk allemaal wel slijten, maar in eerste instantie kom je daar sterker uit. En hadden jullie al bepaalde gewoontes in het team om bij het griepseizoen of andere bepaalde zaken niet te doen of juist wel te doen als jullie elkaar zagen, nee. Of althans in het team samenwerkte fysiek? Nee, het is niet omdat je viroloog bent dat je plots je anders gaat gedragen tijdens een griepperiode. Nee. Ik denk dat net zo gelijk welk ander bedrijf was. Pas op, ik ben nu ook al een tijdje aan de slag met die Zoom-meetings. Dat werkt. Hè. Om iedereen terug in hetzelfde zaaltje te krijgen, 10 minuten te moeten wachten tot iedereen er is. Nee, gewoon met die Zoom-meetings, dat marcheert. Iedereen van op zijn eigen bureau of van thuis, maakt eigenlijk niet uit. Dat gaat goed. En wanneer je dat enigszins na een paar keer gewoon bent, dan gaat dat heel efficiënt. Dus ben ik nu van plan om dat te gaan afschaffen? Nee, we gaan af en toe wel een keer face-to-face meetings hebben. Maar die Zoom-meetings, dat kan rustig blijven verder duren. Hè. Stel u deze crisis eens voor zonder internet. Dat ik heb het al gedacht. Ja, dat had niet simpel geweest. Dat had niet simpel. Twee dingen die maken dat dit aangenamer was internet. En het is goed weer geweest ook. Ja, dat heeft ook veel gedaan. Ja, dat is waar. Van de Aldi, wanneer het regent, dat is veel minder plezant dan wanneer de zon schijnt. Hè. Dus een aantal dingen zijn ook goed gegaan. Ja, het is natuurlijk voor die beleidsmakers ook niet zo evident om die prio's af te wegen in functie van, ja, je hebt onze economie aan de ene kant, en dat is ook zo voor een werkgever, hè. Die wil natuurlijk vooruit en die wil zo snel mogelijk kunnen opstarten. En aan de andere kant, ja, heb je die verantwoordelijkheid ten opzichte van de volksgezondheid. Steeds een moeilijke oefening. Heeft u voor uzelf eigenlijk een adagio dat u door deze crisis helpt en dat u misschien dan met ons kan delen? Doe wel en zie af en toe eens om. Dat is het eigenlijk. Probeer gewoon van je best te doen. Maar je moet met veel dingen rekening houden. Maar vanaf het begin weten dat er altijd kritiek zal zijn. De enige luxe die je hebt, is dat je af en toe kan zoeken met wie dat je aan bras hebt. Ja, wanneer je een maatregel neemt of niet neemt. Maar het idee dat je voor iedereen goed kan doen, dat is een idee dat je heel vlug laat varen. Dat is waar, ja. Ik denk dat we best eens naar de laatste poll ook gaan, hè, om te kijken welke filosofie vandaag bij onze bedrijven eigenlijk primeert. Is het eerder iets van, ik wil zo snel als mogelijk starten om de financiële schade te beperken en wat er ook van zij, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk starten. 2, ik wil eigenlijk pas starten als alles in de puntjes correct geregeld is. Dus als het dan later is, bijvoorbeeld pas op 1 juni, dan is dat zo. Of we zouden veel sneller willen starten dan toegelaten is door de. Wat is eigenlijk vandaag de filosofie bij het directieteam of in het bedrijf, te koer, dat er primeert? Voilà. Toch veiligheid boven alles, hè. Later starten om alles tot in de puntjes voor te bereiden en veilig op te maken, primeert toch wel in deze antwoorden.
Lode, misschien om af te sluiten, nog even kijken naar jou. We zijn natuurlijk helemaal niet alleen op deze wereldbol die worden geconfronteerd met deze pandemie. Heb jij zicht op internationale cases? Hoe doet België het in zaken welzijn op het werk ten opzichte van andere landen en dan laten we zeggen buurlanden? Ja, ik heb heel veel gesprekken momenteel. Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië. Maar Spanje, Italië was natuurlijk een heel andere situatie. Hè. Mensen zaten echt thuis. Hè. Mijn vrouw is Spaanse. Ik weet zeer goed hoe het was daar in Spanje. Ik zie daar mensen die niet durven naar buiten komen. Hè. Dus dat is echt wel een heel andere situatie. Het feit dat wij hebben kunnen wandelen, buitenstappen, heeft echt een zeer belangrijk verschil gemaakt. In Italië, Spanje zitten we in een heel andere situatie, ook op het werk. In Nederland bijvoorbeeld is de situatie toch heel anders. Die Nederlanders denken ook wel wat anders, wat liberaler, laten we zeggen. En dus die stellen ook veel dingen openlijker in vraag. Hè. Dus je ziet daar toch dat je wat te maken heeft met culturen, maar ook ja, hoe dat de maatregelen genomen zijn op Europees vlak, zie je zeer grote verschillen, wat een heel belangrijk impact heeft. Hoe dan mensen zich kunnen voelen, maar ook wat ze kunnen doen binnen die regels. Wat ik zie bij de meeste bedrijven is dat men, en dat zie je ook een beetje in die poll, men focust zich heel sterk op die regels. Ik begrijp dat ook wel. Hè. Maar ik heb eigenlijk één advies daar. Probeer na te denken over het doel. Eigenlijk gaat het erover van wat willen we samen bereiken. En dan hebben we een aantal regels die eigenlijk samen te vatten zijn in die fysieke afstand bewaren, die goede handhygiëne en mondmaskers. Eigenlijk gaat het over die drie belangrijke punten. En we leren ook voortdurend bij over die ganse crisis, doen we nieuwe inzichten op en laat ons vooral die punten ook meenemen. Ik heb het al gezegd in het debat, we zijn aan het leren, we volgen op wat dat we nu zeggen is, wat dat we nu kunnen zien. Maar ik denk dat we ook wel moeten durven erkennen dat we voortdurend kunnen gaan optimaliseren. En maak vooral gebruik van die crisis om dat eigenlijk uw organisatie, uw veiligheid ook beter te maken. Okay. En bijvoorbeeld ook uw teamwerking. En ja, misschien nog een laatste afsluiter dan. Is het dan vooral, kijk eens naar die crisis als, wat heb je hieruit geleerd? Wat is hier positief? Wat werkte? Naar energie dat al gegenereerd heeft, of een aantal dingen te versnellen. Het thuiswerk, wat heeft hier gewerkt? Wat niet? Wat kunnen we hier weerhouden? Dus ja, laat ons vooral gaan zien wat het ons bijleert, versterkt, en daaruit vertrekken. En niet zozeer zo snel mogelijk back to business as usual, maar misschien eens gaan kijken naar back to new business. Waarom niet? Ja, absoluut. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Ik had niet beter kunnen afsluiten of een betere wrap-up kunnen doen. Je hebt het eigenlijk gedaan. Het woord dat hier heel veel is gevallen is kijk naar de concrete behoeften, hè, en pas u daar aan. Ik wil iedereen van harte danken voor dit debat. Professor Van Rans, dank je wel voor uw kostbare tijd. Professor Goderis, Miet van Negen en Valerie Vervliet, alle vier van harte dank. Ik wil ook heel graag IDW bedanken voor de fijne samenwerking om dit debat samen op te zetten. En ik wens iedereen een hele veilige en fijne heropstart. Dank je wel.